Vanavond om 22:30 is het precies 10 jaar geleden. De zwaarste beving in Groningen ooit, epicentrum Huizingen. Maar tot ver in de provincie werd die beving gevoeld. Groningen stond letterlijk te trillen op haar grondvesten. In deze speciale uitzending van Noord Vandaag blikken we vanavond terug vanaf de plaats Melkema op die avond van de beving die alles veranderde. Het was echt een knal en alles schudden. Het was echt hard. Verdikke me, man. Hoi, 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 nog een touw. Dit was het beste. Ben je ook bang? Oh ja, bang, toch maar. Ja, ik ben wel bang. Het hakte wel allemaal in mee hier in Groningen. Hier, vanaf de plaats Melkema, blikken we dus terug op die bewuste avond van die zware beving met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. En dat doen we met voormalig burgemeester van Loppersum Albert Rodeboog en met Siska van Aken van de Groningen Bodembeweging. Welkom beiden. Laten we eerst teruggaan naar die bewuste avond van 16 augustus 2012. Goedenavond, welkom bij deze extra uitzending van Noordnieuws. In de regio Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. De schok werd gevoeld van de stad Groningen tot aan Appingedam. Er kwam een hele dikke knal. Echt een knots van een knal. In Glaswijk begon te rappen. Ik zeg maar, dit heb ik nou nooit zo beleefd. Ook in de stad wordt de schok goed gevoeld. Je hoort wel allemaal van die aardbeving in de provincie wel. Ja, niet zo groot natuurlijk, maar dit is de eerste keer dat ik het in de stad verneem. Hij is blijven stilstaan op 22:50. De klok is zeer gevoelig voor beweging, dus logisch dat die is blijven staan natuurlijk. Onrust over de aardbeving vorige week in onze provincie is nog niet weggeëbd. De recente aardbevingen hebben veel losgemaakt bij de inwoners van Noord-Groningen. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg we moeten maken dat we het huis uitkomen, want spul kan er zo neer donderen. Wij zijn allemaal mooi makken schapen met elkaar, de naam die van de centen. Wat doen we eraan? Zo lief blijven is geen optie. Ja. Ja, dat was dus 10 jaar geleden en het roept meteen al gesprekken, stof op, herinneringen. Wat herinner jij je nog van die avond, Siska? Wij zaten beneden thuis, kinderen waren op bed. En je schrikt je te pletter. Je schrikt je echt, je schrikt verschrikkelijk. Want je hebt zoiets nog nooit gevoeld, nee, joh, gehoord? Nee, niet op die manier. Nee. Gelijk erboven gescheurd, gerend, hè. De kinderen lagen daar. En gewoon heel erg schrikken. En ja, daarna zit de angst er gewoon in. En hoe was het voor de kinderen? Die hebben er helemaal doorheen geslapen. Oh. Die slapen over het algemeen wel vast. Maar daarna, hè, daarna begint het. Hoe was het voor jou, Albert? We hebben trouwens afgesproken dat we elkaar tutoyeren vandaag. Jij was niet in het bevingsgebied op dat moment, hè? Nee, wij waren nog op vakantie. En dus ik kreeg over 22:30 telefoontjes, diverse telefoontjes. En dat waren van mensen die ik heel goed ken en die ook niet overdreven. Dit waren allemaal meldingen van echt een hele zware aardbeving. En dat bleef maar doorgaan en dat bleef maar doorgaan. Dus ik denk van nou. En toen ben ik gaan kijken van zijn er ongelukken gebeurd? Informatie, politie, brandweer, veiligheidsregio. Nee, wel heel veel mensen die zijn straat opgegaan. Heel veel mensen zijn de straat opgegaan. Dat was uniek. Dit was ook een beving die veel langer duurde dan normaal. Want normaal was het een korte klap en dan was die over. Maar iedereen zei, deze heeft heel lang geduurd. Het carillon van Middelstum kon je ook gewoon horen. De klokjes kon je gewoon horen. Uniek. Dus het is een hele zware geweest. Maar goed, ik kon naar Loppersum teruggaan. Maar er was helemaal niks. Dus we zijn op een moment zijn we op bed gegaan. En RTV Noord die ging. Normaal zitten jullie om 6 uur op muziek. Ja. En jullie gingen op een moment weer in de uitzending. Ja. Dus ik lag op bed, radio naast mij. En ik lag naar al die verhalen te luisteren. Heel intensief. En wat mij toen opviel die avond was dat die telefoontjes vanuit een veel groter gebied kwamen. Ja, tot in de stad. We zagen het net. Ze kwamen overal vandaan. Maar dan ben je burgemeester. Ja. En dan moet je er voor de mensen zijn. Ja. En dan ga je ook bellen met Den Haag, minister van Economische Zaken toen.
partijgenoot, Maxime Verhagen, die nam niet eens op? Nou ja, wat gebeurt er op een moment? We zijn gaan slapen, dus ik heb waarschijnlijk tot 2 uur zitten te luisteren naar alles wat bij jullie bij RTV Noord voorbij kwam. Maar op een moment ga je toch een paar uren slapen, maar dat is, dan denk je van, oh, dit wordt hem niet. Kijk, het KNMI had ik altijd contact mee op het moment dat er een beving is. En de eerste reactie van het KNMI was van, hij zit bij Winsum. Toen dacht ik nog van, nou, dan heb ik het morgen niet zo druk. Waarschijnlijk de burgemeester van Winsum. Maar dat duurde niet lang of ik kreeg een melding van, nou, hij zit bij Huizingen. En toen dacht ik van, ja, wat gaat er nou gebeuren? Ja. En vooral die nacht ga je nadenken, wat ga ik nou doen? Ja. Wat kun je doen voor de burger? Want ik wist gewoon dat er ontzettend veel pers op afkwam. Want het was natuurlijk algemeen bekend, die zware beving. Ja. Maar goed, ik ben er om 4:50 toch maar uitgegaan. Ik ben naar Loppersum gegaan. En ik had om 6 uur de NOS aan de telefoon. En de NOS die vroeg, kunnen wij naar Loppersum komen? Nou, toen dacht ik van, nou, die zijn een paar uur onderweg. Ja. Maar er is een journalist die woont in Rolde. Dus die was om 7 uur was hij op het gemeentehuis in Loppersum. Dus op 17 augustus, een dag naar Huizingen, stond ik om 6:45 die journalist te woord. Je was het middelpunt van Nederland op enig moment. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en die journalist die vroeg mij dus, burgemeester, wat is uw reactie op die zware beving van Huizingen? En toen had ik er die nacht voor gekozen om te zeggen van, de NAM heeft een slechte SCADA-regeling. En er is maar één ding wat er moet gebeuren. Er moet een ruimhartige oplossing komen. Ik was de eerste die het woord ruimhartig in de mond nam. Wat gebeurt er vervolgens? Het kabinet, het was op een vrijdag, komt naar buiten. Maxime Verhagen, toen minister van Economische Zaken, die krijgt een microfoon onder de neus. De vraag van de journalist was, minister, de burgemeester van Loppersum, die zegt dat de NAM een slechte schaderegeling heeft. Wat vindt u daarvan? Nou, dat had die burgemeester van Loppersum helemaal verkeerd begrepen. Want de NAM had een prima schaderegeling. Ja, en dat was uw partijgenoot. U voelde zich eigenlijk ook niet gesteund. En dan gaat het dus om schade. Schade aan woningen, maar niet alleen woningen. Ook ons cultureel erfgoed heeft flink te lijden onder de aardbevingen. Zoals het kerkje van Huizingen, een belangrijk onderdeel van het dorp. Hoe oud is deze kerk, Rijn? Dit is een 13e-eeuwse kerk, ongeveer 1250 waarschijnlijk. Het is laat-Romaans en dat kom je hier in Groningen dus het meest tegen. Nou, hebben we hier aan de buitenkant nu ook scheuren gezeten? Nee, we hebben de meeste schade binnen in het stukwerk. Wij zaten te lezen en ik had een cd op. En op een gegeven moment, ja, dan hoor je wat een schokje. En dan viel het in de kast om en ook in de provisiekast. En nou ja, we zeiden, god, dat is er blijkbaar één. Ja. Maar het is zo snel, dat gaat in een tel. En dan is het alweer over. Had u toen door dat het zo'n zware was? Ja, want dit was de eerste die ik voelde. Die andere, dus er zijn veel meer geweest, dat wist ik ook wel. Maar die had ik nooit gevoeld, maar deze kon je voelen. Bent u die dag daarna ook naar de kerk geweest hier? Ik heb wel even rondgekeken, maar je bent eerst ook niet zo die schade en zo. Dat heb je eerst niet in de gaten natuurlijk. Dat moet allemaal, het stof moet dalen en dan zeg je verdraaid. Ja, er is overal wat. Nou, dan ga je kijken natuurlijk. Hoe belangrijk is deze kerk voor Huizingen? Ja, het is een monument. Hij staat hier 800 jaar. Je hoort bij het dorp. Al die dorpen, dat zijn de bakers van, hè, dat zijn de tekenen van het dorp. De meeste mensen zijn natuurlijk gehecht aan dit soort oude gebouwen die zo bij het dorp horen. Ja, dit is natuurlijk cultureel erfgoed, ja. Prachtig mooi. Ja. Maakt u zich zorgen om deze kerk? Maak me in algemene zin zorgen over ons cultuurgoed. Ook onze borgen en onze oude huizen natuurlijk. En wat ik nou zie, dat halve dorpen afgebroken worden en zo. Nou, dat is zonde voor het gebied. Er lopen hele grote schade op, ook cultureel. Vraag iemand hier in de omgeving waar hij was tijdens die beving. En die persoon weet het waarschijnlijk nog. Maar dat geldt voor veel meer mensen. Zoals bijvoorbeeld de hoofdseismoloog van het KNMI. Leslow Evers hoort van de aardbeving als zijn telefoon gaat. Iets na 10:30. Hij springt op de fiets om bij het KNMI de melding te analyseren. Het was al heel snel duidelijk dat het om een zware beving ging. We kregen natuurlijk ook meldingen. Uit een hele grote regio bleek dat mensen hem voelden. Ook uit de signalen, uit de uitslag, dus de grootte van de uitslag, zagen we al heel snel dat het om een zware beving ging.
En dat is schrikken, ook bij het KNMI. Nog niet eerder was er zo'n zware aardbeving in Groningen. Ook omdat je weet dat zo'n beving tot een hoop schade gaat leiden. Angst, boosheid, al die emoties die daarbij horen. Na de aardbeving bij Huizingen groeit het aantal meetstations van het KNMI van 10 tot 15 naar bijna 100. Dat maakt het werk van de seismoloog makkelijker, maar vooral ook betrouwbaarder. Wat het heel nuttig maakt, is dat we ook kleinere bevingen kunnen meten. Eén. Tweede punt is dat we beter in staat zijn om te zeggen waar die bevingen exact plaatsvinden. En dat betekent dat we kunnen zeggen, nou die en die breuk in de ondergrond, daar spelen die aardbevingen zich af. Met de afbouw van de gaswinning ziet het KNMI het aantal aardbevingen afnemen. Maar dat betekent niet dat het risico weg is. De kans op een zware aardbeving blijft aanwezig. Het is een afnemende kans, de kans wordt steeds kleiner. Maar er is een kans dat er een zware beving nog steeds optreedt. Ja, Siska, hij sluit het dus niet uit. Een zwaardere beving, dat hij er nog komt. Schrik je daarvan? Nee, dat weten we natuurlijk al heel lang. Hoe is het om daarmee te leven, met die gedachten? Nou, dat is best wel zwaar. Dat is, hè, want ik weet nog heel goed, want je vroeg net even waar je was en zo. Maar die dag daarvoor was er in Leermens ook nog een beving geweest. Dus je bent eigenlijk, ja, je bent constant op je quivive. Ja. Dat is ook thuis hoor, als het dan onweert of zo, nou, dan is het helemaal lastig. Nou hebben we het over 10 jaar geleden. Deze beving bij Huizingen, 3.6 nogmaals, veranderde wel de kijk op de problematiek hier bij ons in Groningen. Wat merk je daarvan? Nou, waar de GBB zich natuurlijk met name in het begin druk om heeft gemaakt, is het bekendmaken. Hè? Dus toch wel wat meer actie voeren. Wel op onze eigen mooie en ludieke Groningse manier, wil ik er even met nadruk bij zeggen. Maar dus wel heel erg veel actie voeren. En naarmate de regering zich aan het aanpassen is geweest en de bekendheid kwam en de erkenning kwam, ja, zijn wij, met name Jelle van de Knoop, is heel veel gaan lobbyen. En nu zitten we ook steeds aan tafel en dat is fijn. En dat maakt wel verschil. Je hoopt toch wel met de inzichten die je hebt de politici mee te overtuigen in hoe het anders moet. Ja. Maar meneer Rodeboog, in de rest van het land snapt niet iedereen het nog steeds niet, hè, wat hier gebeurt. Nee, hoe verder je van Groningen afkomt, hoe moeilijk het er is uit te leggen. Want heel veel mensen zeggen, ach, zo'n bevingje van 2,5 of 3. Wat stelt dat nou voor? En die vergelijken het gewoon met een natuurlijke beving. Maar dit is geen natuurlijke beving. Deze komt van 3 kilometer diepte ongeveer. En je hebt een slechte ondergrond, een bovengrond. Het klei beweegt ook. Slappe grond. En hij is heel anders. En het is heel moeilijk uit te leggen wat wij hier ervaren. En dat probleem is alleen maar groter geworden toen Henk Kamp in januari 2013 naar Loppersum kwam om te vertellen dat het mis was. De bevingen konden ergens tussen de 4 en de 5 terechtkomen. En toen hadden we het niet alleen meer over schade, maar we hadden het over veiligheid. En tot op de dag van vandaag wonen nog duizenden mensen in een onveilig huis. En dat probeer je iedere dag mensen uit te leggen. Maar hoe kan dat 10 jaar duren? Ja, dat is gewoon niet uit te leggen. Het is niet uit te leggen dat je nog steeds moet knokken voor een paar honderd euro schadevergoeding. Omdat van protocol naar protocol naar protocol steeds weer iets anders wordt bedacht. En vervolgens heel veel mensen blijven hangen in een eindeloze discussie over een paar honderden euro. En die mensen willen hun leven weer terug hebben, die willen graag weer verder. En dat huis moet gewoon versterkt worden. Want je wilt gewoon wonen in een veilig huis. Of leggen wij het als Groningers niet goed genoeg uit? Nou, 10 jaar lang? Nee, dat... Want dat komt niet aan, hè? Nee, er zijn... Weet je, er spelen natuurlijk ontzettend veel ingewikkeldheden met zich mee. Er is niet voor niets dat er zo ontzettend veel crisissen zijn op dit moment. Nee. Nog even los van of je dat allemaal wel crisissen kunt noemen. Maar de regering is natuurlijk niet goed in staat om uit dat wantrouwen te stappen op een of andere manier. Als ik ook zie, want bij de NCG werken fantastische mensen. Het gaat ook wel eens wat. Er gaat natuurlijk van alles mis, maar zij zijn een uitvoerende organisatie. Dus zij hebben ook allemaal maar te doen wat de regering ze opdraagt. Ja. En als er dan weer iemand weer lekker wil scoren en dan, nou, dan gaat de hele bus weer over de kop. En dan moeten daar weer een dorp aanpakken. Of er is weer dit, of er is weer. Hou eens op. Nou, blijf er nou eens gewoon vanaf. Van bij het hele. Alles wat er gebeuren moet in dit gebied. Nou ben jij geen burgemeester meer. In hoeverre houdt het je allemaal nog dagelijks bezig? Nou, het begon voor mij weer. Kijk, ik heb in juni 2018 afscheid genomen.
En dan probeer je afstand te nemen. En dat lukt niet, want je volgt het nieuws gewoon. Maar toen ik gevraagd werd voor de parlementaire enquêtecommissie... afgelopen januari was ik de eerste in de besloten commissie... Ja, dan komt alles weer boven en dan heb je al die verhalen weer terug. Je leest je weer in. Dan zit het weer volledig in je hoofd. Want je gaat gehoord worden door die parlementaire enquêtecommissie. Ja. Wat hoop je dat je kwijt kan? Nou, ik heb in die eerste sessie, die besloten sessie, heb ik mijn verhaal kunnen doen. En dat is wel uniek vanaf 2003, toen de ellende begon. Ik was nog geen 3 maanden binnen in Loppersum of het begon. Tot 2018, dus een hele lange periode geweest. Daar heb ik ze proberen te vertellen in die tijdlijn. Ja. Wat er allemaal gebeurd is en vooral wat er mis is gegaan. Dat heb ik ze meegegeven. Om ze ook bewust te maken van hoe dat dan gaat in zo'n 10 jaar tijd. Langer nog zelfs. Nog even kort, vandaag hadden jullie een wandeltocht, hè? Ja. Hoe was dat? Ja, hartstikke mooi. Wij proberen toch iedere keer weer opnieuw de aandacht te geven aan wat er hier gebeurt. En we hebben nu Respect voor Groningen, hebben een aparte website ook voor gemaakt, naar aanleiding van de laatste fakkeltocht. En we hebben 9 bijeenkomsten van 16 augustus tot 16 september. Mm-hmm. En deze hele wandeltocht vandaag. En zo houdt het jullie eigenlijk nog steeds bezig. En ik zit hier nu met 2 volwassenen te praten. Maar de vraag is ook, hoe is het eigenlijk voor opgroeiende kinderen in het bevingsgebied? Jongeren die opgroeien in onveilige huizen. Nou, RTV Noord maakt hier de podcast Verscheurde Jeugd over, waarin de 24-jarige Eline haar verhaal doet. Bijna de helft van haar leven is getekend door de bevingen. En verslaggever Joyce zocht daarop bij haar ouderlijk huis in Appingedam. Dit is dus jullie oude huis. Hebben jullie gedeeltelijk laten staan als een soort monument? Ja, dat wilden mijn ouders heel graag. Ook volgens mij een beetje als vanuit respect naar het huis. Want ze houden heel erg van die verhalen die in die huizen zitten. En wat vind jij ervan? Is dat confronterend? Op zich niet. Wat het voor mij denk ik wat meer uitstraalt is dat alle problematiek en al het gedoe zeg maar voorbij is. Er was op den duur een beving ook van 3.6 toen ik stage liep. Dat was in 2017 of 2018. En toen kreeg ik een pop-up van RTV Noord, ook van de melding 3.6. En dat vlak daarvoor hadden experts gezegd dat het huis het niet zou houden bij 3.6. Dus toen heb ik echt in tranen mijn ouders opgebeld. Zo van, liggen jullie niet onder het puin? Zijn jullie er nog? Je ouders hebben nu een nieuw huis. Hoe is dat hele proces gegaan? Ja, heel moeizaam. Volgens mij werden ze op den duur ook echt wel hopeloos. Het zijn hele sterke mensen en zelfs zij zijn in die jaren eigenlijk er echt aan onderdoor gegaan. Dus dat was gewoon voor mij heel heftig om te zien. En dan was ik hier en het was steeds minder gezellig. Tot we eigenlijk alleen maar vooral gedoe hadden en ruzies. En dat was wel een zware tijd. Ja. Je bent ondertussen ook uit huis gegaan, in Groningen gaan wonen. Is het nu ook nog jouw thuis? Ja, want ik heb niet zozeer dat het heel erg gekoppeld is echt aan een plek. Ik kom hier voor mijn ouders en ik kom hier voor mijn rust. En ik kom hier om lekker te ontspannen en niks te doen. En dat kan nu ook weer in dit huis. Wat vinden je ouders van het huis? Ze hebben natuurlijk een oud huis gekocht omdat ze dat mooi vinden. De verhalen erachter, het karakter. En dan heb je nu een heel nieuw huis met dikke muren en strakke muren en wit. En ja, dat ze moeten zich nog wel echt meer thuis gaan voelen om zich hier ook, denk ik, echt gelukkig weer te zijn. Ja, Siska, nou ben jij moeder en zelfs ook oma al. Ja. Je ziet het. Emotioneert het jou een beetje? Ja, tuurlijk. Ja. Je moet het ook niet te lang erover hebben, want het doet iets met je gezin. Ja, het is heel herkenbaar wat zij zegt. Ja. Want je had het aan het begin van de uitzending over die bewuste avond, wat dat met je gezin deed. Ja. En de kinderen sliepen er gewoon doorheen. De jongste maar die oudste 2 die wonen net ook bij ons in Wirum, in het dorp. Dus we wonen er allemaal. Ja. Wonen ze er nog steeds? Nee, we zijn allemaal weg. En dat wil je niet. Vanwege de problematiek zijn zij weggegaan? Ja. En heb je het daar lang met ze over gehad? Snap je dat? Ik snap het heel goed. Maar leuk is het niet. Je start met een heel ander ideaal. En ik ben wel in het gebied blijven wonen. Ik ben daarna naar Loppersum gegaan. Ja. Naar een hele jonge woning met heel weinig schade. Maar ja, die moet nu plat, dus dat schoot ook niet echt op. Maar nu zie je eigenlijk jouw kleinkinderen dus veel minder
dan eigenlijk... Nou, daar houdt niemand me van af, hoor. Nee. Daar heb je meer voor nodig dan een beving. Het heeft dus wel invloed. Het heeft ontzettend veel invloed op de kinderen gehad, ja. Albert, jij bent ook vader, ook opa. Wat doet het met jou als je ziet hoe eigenlijk een nieuwe generaties opgroeien met zulke angsten en extra bagage die erbij komt kijken? Nou, het grote probleem is natuurlijk, die kinderen, je probeert ze te beschermen als ouders. Maar die zitten s'avonds aan de keukentafel en dat gaat maar over één ding. En die kinderen die krijgen alles mee. En die praten er dan niet over, maar onderling wel. En richting school, op de fiets. En je hebt het al maar over één ding. De ellende die je ouders gewoon iedere keer weer voorbij krijgen. En die kinderen, dat is een gigantische impact. Ja, mevrouw Kalverboer, de kinderombudsman, die heeft daar ook behoorlijke rapporten over geschreven. En ook steeds heeft gewaarschuwd van, jongens, jullie moeten daar iets mee doen. Maar ja, dat sneeuwt constant weer onder. Maar het is weer een situatie van, wij weten het allemaal hier. En we roepen het en roepen en roepen het maar. Ja. Maar er gebeurt maar niks. Nou, veel te weinig. Ja. Veel te weinig. Maar zitten wij hier dan over 10 jaar weer met zo'n thema-uitzending over de bevingsproblematiek te praten? Nou, ik hoop van niet. Ik hoop dat we veel sneller, ook naar de parlementaire enquêtecommissie, veel sneller weer aan de bak kunnen om te zeggen van, jongens, dit kan zo niet langer. Zet een streep door al die schadeprotocollen en ga nou eindelijk eens een keer aan het werk. Kost kapitaal om die woningen te inspecteren. Geef die aannemers gewoon een budget. Die weten precies wat ze moeten doen. Dus hou op en geef de mensen een veilig huis. Maar praat maar nou alsjeblieft niet over 10 jaar, want dat duurt veel te lang. Dat kun je de mensen niet aandoen. Ze zijn al een generatie kwijt. En om nog een keer 10 jaar bij te plussen, dat kan gewoon niet. Hoe lang bestaat de GBB nog? Ik denk... Ik denk nog 5 jaar. Kijk, kunnen we daar optimistisch over zijn? Ik blijf optimistisch. Oké. Mag ik jullie heel erg danken voor jullie komst. Dit was hem weer, deze speciale uitzending vanwege die zware beving van 10 jaar geleden. Nogmaals dank voor jullie komst naar deze prachtige plaats Melkema. Morgen zijn we er uiteraard weer. Voor de rest van het nieuws kunt u terecht op de site en app van RTV Noord. Hele fijne avond nog. Hoi. Over 10 jaar hoop ik dat alles veilig is en dat iedereen weer fijn woont, ook met elkaar. En voor nu denk ik dat we hard ons best moeten doen om degenen die verantwoordelijk zijn voor dit beleid aan te blijven spreken. 10 jaar geleden is hier een schade geweest. Ze zijn vorige week bij mij in het dorp geweest en bij de anderen om te kijken of die huizen ook versterkt moesten worden. 10 jaar na datum. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat er soort van wordt opgehouden met dat iedereen er heel wat uit wil halen. En dat iedereen inderdaad gul gecompenseerd wordt zoals de bedoeling was. Morgen moet het opgelost worden. Morgen moeten mensen in een veilig huis wonen. Hou op met inspecties. Hou op met protocollen. Help die mensen gewoon.